Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Wilma van der Vlegel. Ik vind het leuk om vandaag iets te mogen vertellen over participatief actieonderzoek. Ik heb zelf een hele lange geschiedenis in de zorg, vanaf verpleegkundige tot aan bestuur. Maar een paar jaar geleden ben ik overgestapt naar participatief actieonderzoek. Ik deed altijd wel onderzoek, maar ernaast. En ik ben voornamelijk op dit moment werkzaam in achterstandswijken, waar we met bewoners samen en professionals in de wijken dingen op gang proberen te brengen. Dus daar zal ik een aantal voorbeelden van. Maar ook de benadering wat meer toelichten, zodat je kunt kijken binnen jullie eigen projecten. Wat je daarvan zou kunnen gebruiken of waardoor je geïnspireerd zou kunnen raken. Ik heb er een aantal slides voor gemaakt, dus die ga ik er even bij halen. Als je kijkt naar de laatste tijd, dan in de laatste paar jaar zijn al deze rapporten eigenlijk verschenen, die allemaal op zoek zijn naar hoe werken we nu eigenlijk met bewoners samen? Hoe kunnen we hen meer betrekken bij, bij eigenlijk alles in de maatschappij? Vanaf een wijk tot aan het bestuur, dat zie je hier ook. Er zitten ook een aantal rapporten van de Raad van de Volksgezondheid bij over samenwerken. Maar ook echt het laatste is Slagkracht in de wijk, wat eigenlijk net is verschenen. Allemaal rapporten die best wel een goed beeld geven over wat er eigenlijk nodig is in een andere manier van samenwerken met bewoners en met doelgroepen in jullie geval. Dus dit kan inspirerend zijn, maar je ziet dus dat er gewoon een heleboel opgang aan het komen is wat dat betreft. Dus het is eigenlijk mooi om te zien dat die beweging echt wel goed op gang aan het komen is. Als je kijkt naar participatief actieonderzoek, dan heb je eigenlijk drie grote fases. De look-fase, think-fase en act-fase hebben wij dat genoemd om het gewoon eventjes in de drie makkelijke delen op te knippen. En in de look-fase dan kijk je eigenlijk van met een bepaald onderwerp waar je een wijk mee ingaat of een groep mee benadert. Van waar zit eigenlijk de energie? Hoe kijkt iedereen eigenlijk tegen een bepaald probleem aan? Wat is het perspectief van iedereen eigenlijk die daarbij betrokken is, zowel professionals als bewoners? En welke ideeën hebben mensen eigenlijk over oplossingen? Wat je doet in de tweede fase is dat je aan iedereen wordt je deelnemer, maar je geeft ook aan iedereen terug wat je hebt gevonden. Dus je vertelt en laat zien door middel van visualisaties wat al die perspectieven eigenlijk samen zijn. En daarop creëer je een dialoog. Geen discussie, maar een dialoog. Dat is heel erg belangrijk. Om ook weer samen in dan, zeg maar, die derde fase te kijken. Van kun je samen iets kiezen waarop je een initiatief met elkaar verder uitwerkt. Ja, dus je maakt echt samen plannen en je voert je ook samen uit. Dus het komt niet opeens weer bij de professionals te liggen om dat uit te voeren. Dat is denk ik heel erg belangrijk in participatief actieonderzoek. Ja, dus je verzamelt over de huidige situatie, behoeften van mensen, assets, dus wat is er allemaal al. Je verzamelt alles en uiteindelijk heb je dan een hele olifant die je aan mensen terug kan geven. En dat is vaak al echt heel erg bijzonder, dat mensen zeggen, ik krijg iets teruggekoppeld. En dat is eigenlijk al een hele mooie andere manier van werken dan wat er traditioneel heel vaak is gebeurd. Dat er wel dingen zijn opgehaald bij mensen, maar niet echt met hen dat ook weer is besproken. En dat zij ook kunnen leren van de perspectieven van anderen en bijvoorbeeld professionals die meer in het systeem, zeg maar, zitten. Een van de voorbeelden die ik wil noemen gaat over Moerwijk en Laak, waar we een groot participatief actieonderzoek hebben gedaan rondom preventie voor de preventiecoalitie van Gelukkig en Gezond Den Haag.
Omdat ik start daar toch mee, omdat het heel erg mooi laat zien waar je begint in die lookfase. Daarvoor had ik zelf een methode bedacht. Eigenlijk kan in participatief actieonderzoek elke methode worden ingezet. Het gaat erover gebruik iets waardoor je gewoon data of gegevens verzamelt. En in dit geval had ik mandarijntjes genomen en daar ogen op geplakt. En liet mensen een mond tekenen om te vragen hoe fit ze zich voelden. En dat hebben we gedaan bij de voedselbank, op schoolpleinen, in buurthuizen, op gewoon pleintjes in de buurt. Dus best wel breed hebben we in diverse buurten dit soort gesprekken gevoerd en deze methode gebruikt. En het werkte voor dit onderwerp heel erg goed. En vaak was het een kort gesprekje en kon je vragen aan mensen of ze daarna misschien een wat langer gesprek met je wilden. Ja, uiteindelijk hebben we professionals en bewoners gesproken en hadden we dus een hele rijke data set, zeg maar, aan gesprekken en aan analyse. En als je dan die resultaten gaat delen in groepsgesprekken, wat je doet in die groepsgesprekken is dat mensen hun eigen perspectief herkennen. Ze krijgen begrip voor het perspectief van anderen. Je krijgt ook begrip voor het hele systeem en de context waarbinnen dat probleem zich eigenlijk afspeelt. Dus je verbreedt eigenlijk op alle vlakken je eigen perspectief. Daardoor komt eigenlijk creativiteit bij mensen los. Krijgen mensen ook de mindset om echt te gaan samenwerken. En zijn ze ook samen bereid tot actie. Deze visualisatie hebben we gemaakt op basis van die analyse van al die gesprekken in Moerbeek en Laak. Als het gaat over gezondheidspreventie en bevordering. En hierin zie je dat er wel gesproken wordt over dat gezonde eten en bewegen. Waar we als professionals vaak op zitten. Maar dat het ook heel erg ging over het gezonde geld. En dat je een gezond hoofd nodig hebt om over dingen na te denken. Dat het over gezonde relaties gaat. Gezond opgroeien. Gezonde leefomgeving werd echt als heel erg belangrijk gezien, maar ook dat gezonde samenwerken. Ja, dus samenwerken tussen professionals, maar ook tussen professionals en wijkbewoners. En daarbij zie je dat de levende systeemwereld elkaar niet altijd raakt. En dat is in die gesprekken ook gewoon besproken waar dat gewoon misloopt. En de bewoners vonden hiervan eigenlijk het gezonde hoofd en de gezonde relaties, dat zijn echt de eerste dingen die je nodig hebt om überhaupt over andere dingen te kunnen nadenken, zeiden ze. Als je nog heel even naar het proces van participatief actieonderzoek gaat, dan heb je die look, think en act fase en dan was die mandarijnen was de oriëntatiefase en de systeemexploratiefase. Dan kom je in de fase van inzichten delen en daarna ga je dat actieplan maken en dan ga je het ook overdragen aan zo'n groep. Blijf je het nog wel even monitoren en kijk je wat mensen nodig hebben en kun je uiteindelijk evalueren. Het is een gewoon onderzoeksproces, maar wel met specifieke stappen voor participatief actieonderzoek. En zo ziet het dan bijvoorbeeld eruit als je die groepsgesprekken gaat doen. En hierbij hebben we van die thema's die ik net noemde, in die grote visualisatie hebben we gewoon groepen bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld in de linker en rechter bovenhoek hebben we mensen bij elkaar gebracht over gezond hoofd en gezonde relaties. Aan de ene kant, aan de linkerkant zie je de huidige situatie. Dus dan hebben we daaromheen de dingen gezet die mensen allemaal gezegd hadden. Die konden mensen ook aanvullen. En toen hebben we met elkaar gewerkt en dat zie je aan de rechterkant naar van waar zouden we dan met elkaar naartoe willen werken. Dus je krijgt op die manier een soort plan. En vaak heb je daar dus een volgende sessie voor nodig om dat wat verder uit te werken. En hier zitten ook beelden bij, bijvoorbeeld rechtsonder zit een visualisatie over dat samenwerken. En dan, daar hebben we vooral met heel veel professionals naar gekeken over wat daar zit op het gebied van kaders, duurzaamheid, eigenaarschap, vertrouwen. Dus elk thema heeft ook weer een specifieke visualisatie gekregen. En als je dan naar linksonder kijkt,
Dat is een weg die getekend is naar het, ja, het, ja, de wens van eigenlijk wat de bewoners wilden ontwikkelen. Dus dan maak je eigenlijk met elkaar een plan. En zo geef je mensen ook echt iets in handen om verder mee aan het werk te gaan. Een ander voorbeeld waar ik op dit moment mee bezig ben, is een bewonerspandje in Vrederust, waar de wens van de welzijnsorganisatie was om hen te ondersteunen via deze methodiek. Wat er in dit pandje gebeurde, en om een voorbeeld te geven aan visualisatie, is dat ja, er waren allerlei initiatieven wel in het pandje, en die grote plaat met die, al die stukjes gras laat eigenlijk zien dat er van alles was in de wijk. In het pandje zelf ook, maar dat het heel erg verdeeld was en dat tussen al die dingen er echt gedrag was van buitensluiten, roddelen, dat status meespeelde en concurrentie. En eigenlijk werd in bijvoorbeeld in deze situatie heel erg duidelijk dat gedrag wat in de wijk, wat we in de wijk zagen, dat dat eigenlijk op systeemniveau ook speelde. Hè? Dus, je hebt soms het idee van nou ja, dat speelt dan alleen in zo'n wijk. Maar ook in de systeemwereld sluiten we elkaar uit. Dan krijg je gewoon niet een vervolgopdracht. Of is er sprake van concurrentie of roddelen. En het zijn, vaak zijn dat toch een soort parallele processen in zowel de als de systeemwereld. Wat we hier hebben gedaan is gekeken wat er nodig is om één grasveld te maken. Dus dat is het plaatje, het derde plaatje bovenaan. En de bewoners en professors in het pandje zelf hadden echt ongelooflijk veel oplossingsrichtingen. Die hebben we gegroepeerd in waar ze heel erg enthousiast van werden. En dan dat zie je linksboven met nou, wow, hou en ciao. Konden ze kiezen van waar willen we het gewoon het eerste mee aan het werken. En zo krijg je gewoon, ja, daar waar de energie zit, ga je met zo'n groep aan de slag. Wat het verschil is in deze benadering, is dat het is niet top-down weten we. Dat werkt eigenlijk niet. Maar we weten ook inmiddels wel dat alleen bottom-up, waarvan we zeggen het moet bottom-up, maar dat werkt vaak ook niet. Want dan zijn instituties ook wel niet aangesloten bij ja, wat bewoners zelf aan het doen zijn. Wij noemen eigenlijk om het samen te doen, dat noemen we community, dan doe je het echt samen. En je ziet dat dat echt in heel veel situaties gewoon nodig is. Dat je samen aan het co-creëren bent. En niet dat of de een of de ander het doet. Maar dat het echt samenkomt. En deze benadering is daar heel geschikt voor. En ook andere participatieve benaderingen uiteraard. Als je kijkt naar dit schema wat afgeleid is van een schema van Cormac Russell. Er zijn dingen die gewoon door de wijk gebeuren. Of door bewoners gebeuren. Of door misschien wel je patiëntengroep gebeuren. De meeste dingen. Hè? Want als professionals zijn we maar voor een heel klein deel betrokken. Er zijn ook dingen die we voor de wijk doen. Of voor bewonerspatiënten. En je zou eigenlijk meer in dat stuk van samen van met de wijk terecht willen komen. Want je hebt ervaringskennis in die wijk en ook expertise. Want mensen hebben ook gewoon een achtergrond en opleiding. En je hebt expertise in de professionele wereld, maar ook ervaringskennis. En eigenlijk wil je dat dat bij elkaar komt en dat je oplossingen creëert. Wat je heel vaak ziet is dat, ja, dat we allerlei aanbod hebben als professionals, maar dat het niet echt de ander bereikt. Dus we zetten er eigenlijk soms een muur overheen. Dus door middel van deze methodiek probeer je eigenlijk dat te doorbreken en meer in dat met de wijk terecht te komen. Nog één voorbeeld over echt onderzoeken en analyseren met bewoners zelf. Dat heb ik net gedaan in Kralingen-Krooswijk. In Schilderswijk Transvaal in Den Haag zat ik ook in het netwerk Samenwerken Ouderenzorg. Maar in Kralingen-Krooswijk hebben we gekeken van hoe kunnen we samen een wijk creëren waar je op een goede manier ouder kunt worden en gewoon kunt blijven wonen.
Waar je goed contact met de zorgverleners hebt. We wilden in kaart brengen van wat is er eigenlijk al in de wijk, maar ook welke oplossingsrichtingen zien we eigenlijk samen als professionals en bewoners. Wat ik daar gedaan heb, is een groep bewoners en professionals getraind in gespreksvoering met de wijk. Daar heb ik een trainingsacteur ook bij gebruikt. Zij zijn gesprekken gaan doen in de wijk, zowel de professionals als de bewoners. En daar heb ik een eenvoudige manier van analyse op toegepast door twee analyserondes te doen volgens de methodiek met de snelkookpan die je ziet in die afbeelding met die gebogen pijl eromheen. Dus mensen kwamen na alle gesprekken die ze hadden gedaan, kwamen ze terug en ze vertelden aan elkaar wat ze eigenlijk hadden gehoord, wat hen was opgevallen. Dat schreven we op post-its en dat hebben we eigenlijk gethematiseerd. Dus door middel van het terugkoppelen van die gesprekken en het alleen te vertellen en dat toch gewoon op post-its te schrijven, kregen we toch echt een heel mooi beeld in de twee analyserondes van wat er speelde. En hier zie je inderdaad van de tweede analyseronde bovenaan ook een grote plaat met al die post-its rondom die verschillende thema's. En ook heel veel oplossingsrichtingen zitten eraan dan in dit soort gesprekken. En volgende week hebben wij daar een focusgroep met alle deelnemers over om te kijken van welke dingen we dan samen met elkaar willen uitwerken. En dan krijg je echt het gevoel dat je het samen met bewoners aan het doen bent. Dus dan, dit is dan die uitnodiging dit is dan deze week. Ja, dus dan worden mensen daarvoor uitgenodigd. En dan ga je kijken, kun je het echt samen doen? Het verschil is dus dat je bij heel veel traditionele aanpakken, bedenk je het aan de voorkant. Dan heb je de implementatie en dan komt eigenlijk de weerstand als je het wil gaan implementeren. Die tijd na de implementatie is vaak heel erg stroperig en lang. En dat kost heel veel tijd. Wat je doet bij participatief actieonderzoek is eigenlijk veel meer investeren aan de voorkant. En dan zie je dat eigenaarschap ook ontstaat bij zowel professionals als bewoners. En heb je daarna eigenlijk een wat makkelijkere implementatie. Omdat je eigenlijk tijdens het traject van dat participatief actieonderzoek al bezig bent met die implementatie. Je bent het eigenlijk al aan het doen. Dat waren mijn dia's. Ik hoop dat jullie zometeen nog een hele goede bespreking hebben. En ik weet dat er ook andere mensen zijn die deze benadering goed kennen. En ik wens jullie echt heel veel succes in al jullie projecten. Zijn er wat vragen in de chat? Begrijp ik dat? Hoe bereik je de groepen voor participatie in de meest kwetsbare situaties? Afia, mag ik jou vragen daar op te reageren vanuit jouw expertise? Zeker, hallo allemaal, okay. Goedemorgen. Ja, ik wilde net gaan zeggen, ik ga er ook nog even kort wat over vertellen in de presentatie. Misschien dat we daar even op moeten wachten. En als er dan nog verder vragen over zijn of dat nog niet helemaal verder beantwoord is, dan kan ik daar nog wat over uitweiden. Ja, precies. Nou, laten we dan ook gewoon overgaan gelijk naar het volgende gedeelte. Want dit was natuurlijk waren voorbeelden niet vanuit de kansrijke startbelevingswereld. Inmiddels zijn er op verschillende plekken wel groepen bezig om daar wat meer mee te doen. Onder andere in Zaanstad, sorry. Dat is natuurlijk wat breder. Afia, mag ik jou het woord inderdaad geven en neem je ons verder mee? Zeker. Hallo allemaal, goedemorgen. Ik hoop dat ik goed te horen en te zien ben. Ja, ik zie iedereen ja klikken, hallo. Hartstikke leuk om hier te zijn, jullie te zien op deze manier. Het is weer even sinds lange tijd, je hebt net andersom zou je kunnen zeggen. In plaats van fysiek weer samenkomen even online, maar dat is ook een goede manier. Ik ben onderzoeker bij Rutgers. Mijn naam is Avia Velbrief en ik zit onder andere in het programma Anticonceptie en Abortus. En ben daar inderdaad, zoals Inge zegt, in het thema onderzoek bezig op onbedoelde zwangerschap voor een kansrijke start. Ik heb een presentatie, inclusief het filmpje. Ik hoop dat dat ook goed gaat, dus die ga ik nu even delen.
dan ga ik onder andere over dit onderzoek wat vertellen, maar ook juist over mijn vorige ervaring. Ik vraag u wat te vertellen. Allereerst, ik vond het echt heel, Wilma is er niet op dit moment bij, maar heel interessant en helder verhaal. Ook een aantal dingen die ik heel erg herken en waar ik mogelijk ook wat op door ga vertellen. Ik heb eigenlijk deze presentatie vooral ingestoken omdat dit ook echt een inspiratiesessie is. Dat ik jullie eigenlijk wil meenemen in twee voorbeelden. Waar ik wat over ga vertellen. En ik dacht, het is goed om ook eens net te kijken naar de uitdagingen die er zijn. Hè? Waaronder, hoe vind je dan je doelgroepen of de mensen met wie je graag wil werken, die je in dit onderzoek wil meenemen. En tegelijkertijd ook gewoon even wat tips en tricks daar nog op aanvullend. Dus zo heb ik hem ingestoken. Want, hoe doe je dat dan precies, actiebegeleidend onderzoek? Nou, Wilma heeft net al wat verteld over de benadering. Maar ik wil dus gaan stilstaan bij deze twee onderzoeken. Ik werk op dit moment dus bij Rutgers als onderzoeker. Maar heb voorheen ook gewerkt bij Movisie, waar ik zeer vergelijkbaar onderzoek heb gedaan. De titel van dat onderzoek destijds, of een van de onderzoeken waar we mee bezig waren, was Out on the Streets. En dat ging eigenlijk heel erg specifiek over jongeren. Jongeren tot ongeveer aan 25 jaar. Waarbij hun ervaringen centraal stonden met betrekking tot dak- en thuisloosheid. In de intersectie zou je kunnen zeggen, of samen met hun LHBTI zijn. Dat was in opdracht van de gemeente Amsterdam destijds. In samenwerking ook met het bestuur, overlegbestuur Zwerfjongeren in Amsterdam. En wij wilden heel graag de vraag beantwoorden van, hey, waar lopen deze jongeren nou heel specifiek tegenaan? Hè? Deze specifieke doelgroep met, je zou kunnen zeggen, meerdere kwetsbaarheden, meerdere gestigmatiseerde identiteiten. Waar lopen zij tegenaan? Hebben zij problemen of gaan er ook juist dingen goed? Welke ervaringen hebben zij en hoe kunnen we ze ondersteunen? Het laatste gedeelte dan heel specifiek vanuit allerlei partners, samenwerking ook met bijvoorbeeld welzijns- en zorgorganisaties. Toen hebben we bedacht, oké, maar als we dit gaan doen, dan moeten we ook die jongeren niet alleen betrekken, maar eigenlijk al aan de voorkant, zoals Wilma ook net vertelde, al meenemen. Hè? We moeten hunzelf, hun eigen positie gaan veranderen. Nou, daar kom ik zo wat over te vertellen. Tweede, voor een kansrijke start, en die past ook mooi in dit... Oh, volgens mij gaat er nu weer iets mis met de slides, of niet? Zien jullie de slides nog steeds? Verschoof wat in mijn... Ja, nu komt hij weer, ja. Oké, jullie zien de... Nou, ik weet niet, ik kan nergens op klikken. Er gebeurt elke keer iets. Oké, als het goed is zien jullie nu de tweede slide. Ja. Waar was ik? Voor een kansrijke start. Die past heel mooi in dit thema wat we vandaag bespreken. Omdat het heel specifiek gaat over onbedoelde zwangerschap, preventie daarvan. Onder jongeren in inderdaad Zaanstad. Waarbij we heel veel hebben gewerkt in Zaandam. Wat we eigenlijk daarmee willen bereiken is vooral het terugdringen van die onbedoelde zwangerschap onder jongeren. Denk bijvoorbeeld ook aan tienerzwangerschappen. En we hebben eigenlijk onderzoek gedaan op twee sporen, zou je kunnen zeggen. Enerzijds jongeren en anderzijds het onderwijs. En daar hebben we het afgelopen jaar een verdiepend onderzoek naar gedaan. En we hebben gezegd, nou, er moet dan ook nu wel verandering dan gaan plaatsvinden. En we zijn eigenlijk net gestart met het actiebegeleidend onderzoek. Dus in die zin kan ik daar nog niet heel veel ervaring over delen. Maar we zijn er in ieder geval wel mee gestart. En we leren ook van onze voorgaande onderzoeken als het gaat over actieonderzoek. Want ook hier gaat het heel erg specifiek over die community. Hè? Hoe kan je die community bij elkaar krijgen en hoe kan je ook personen ondersteunen? Uiteindelijk bleek ook het jongerenwerk een hele belangrijke schakel hierin te zijn. Daar kom je dan ook gaandeweg zo achter. Dus die hebben we nu ook meegenomen. En we willen eigenlijk echt de jongeren zelf, Wilma zei het net ook al, eigenaar maken van hun eigen verandering. Van hun oplossingsrichtingen, zowel op lange termijn als korte termijn. Maar ook als je kijkt naar het onderwijs. Hè, hoe kunnen we dat lesaanbod gaan verbeteren als het gaat over die preventie van onbedoelde zwangerschap. En ook dat die docenten er zelf... invloed op uit kunnen oefenen en daar zelf hun ideeën mee kunnen nemen. Dat is eigenlijk het idee. Even kijken. Ik heb overigens op een ander scherm mijn notities staan, dus daar kijk ik af en toe eventjes naar. Ja, ik denk dat het leuk is om in ieder geval even wat te vertellen over dat eerste project bij Movisie. Want nogmaals, daar zitten in die zin, ondanks andere thema's, wel hele vergelijkbare parallellen in. Van hoe hebben we dat nou aangepakt of hoe wil je dat aanpakken? En dat project dat zag er eigenlijk als volgt uit, even heel kort. We hebben dat opgezet met vele partners die hier belang bij hebben, maar ook die vooral dit belangrijk vinden, de noodzaak hiervan zien. Want ik denk dat het erg belangrijk is om vooraf, en dat is eigenlijk wel mijn eerste tip, zou je kunnen zeggen, heel duidelijk te hebben welke rollen hebben we en welke rollen hebben we ook niet, hè, ook onderling.
En dat je vooral veel draagvlak hebt. Vooral juist ook omdat je op lange termijn vaak bezig bent. Hè. Die verandering gebeurt al wel terwijl je dat onderzoek aan het doen bent. Maar je hebt natuurlijk ook, over een paar jaar wil je daar staan. En dan wil je het ook overdragen aan de community. Dus je moet heel erg zorgen dat niet alleen de personen die jij meeneemt vanuit je doelgroep of doelgroepen. Maar ook de partners, dat je die echt aanhaakt. Of dat zij zich in ieder geval aangehaakt voelen en dat eigenaarschap hebben en het draagvlak. Dus eigenlijk zijn wij gestart met de eerste vraag van, hey, wie hebben we en wie vinden dit allemaal belangrijk? Dat betekent ook dat je actief op zoek moet naar je netwerk. Dat kan via allerlei manieren, hè, op dit soort netwerkbijeenkomsten, maar ook op congressen, bij bijeenkomsten in de wijk bijvoorbeeld, leerkringen, andere bijeenkomsten. Dat kan met andere professionals zijn, maar dat kan ook met misschien mensen die niet zo snel in je bubbel zitten, om die ook echt daar actief naartoe te gaan. Dat hebben we in eerste instantie gedaan en tegelijkertijd zijn we toen op zoek gegaan naar onze co-onderzoekers. Want we hebben in dit project van Out on the Streets, van Movisi, hebben we echt gewerkt met co-onderzoekers. En dat wil zoveel zeggen als we hebben jongeren die zelf tot de doelgroep behoren of behoorden. Of ergens LGBT zijn of misschien ervaring hebben met dat en thuisloosheid. Die hebben we bij elkaar proberen te krijgen in een groep. Dat hebben we op allerlei manieren gedaan. Hoe we dat dan verder hebben gedaan, daar zal ik zo nog even wat verder op ingaan. Ook om die vraag te beantwoorden, hè, van hoe vind je nou deze personen? Maar we zijn naar hen op zoek gegaan en we hebben eigenlijk een soort van informele sollicitatieprocedure hier gehanteerd. Hè, met het idee, oké, we willen je eigenlijk al heel graag, maar we moeten nog wel een aantal dingen met elkaar afspreken en bespreken. Waarbij we ook echt heel erg rekening hebben gehouden met hun eigen wensen en grenzen. Hè, dat zij ook daar al in de lead zitten. Ook, we hebben eigenlijk al gelijk al een paar jongeren uitgenodigd van, hey, als wij zo'n sollicitatieprocedure starten, hoe moet die eruit zien? Wat ik wil zeggen is, we hebben dat vooral niet te directief vanuit dat instituut gedaan, zoals Wilma ook zei, dat werkt niet, maar vooral met hen en meegaand in wat zij zelf willen. Daarna is een grote kick-off georganiseerd. Hè? Dus eerst al dat voorwerk wat we achter de schermen hebben gedaan, hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, dan moeten we samenkomen om ook die jongeren in het zonnetje te zetten, hun stem te geven. Dat het ook echt een moment is waar zij centraal staan. En dat was eigenlijk het moment vanaf waar we verder gingen praten en ook aandacht hadden over, voor de plannen die we wilden gaan maken gezamenlijk. En dat was ook het eerste moment van co-creatie in die zin, hè, gezamenlijk, om te kijken, deze plannen hebben we en hoe willen we dat gaan doen? Dat hebben we tijdens die grote feestelijke kick-off gedaan met de samenwerkingspartners er ook bij om die energie erin te krijgen. Nou, ondertussen zijn we toen doorgegaan met het ontwikkelen van training en materialen. Ook daar was al in de voorbereiding al een groot stuk lag daarvan klaar. Maar we wilden ook gewoon graag die jongeren daar, hè, ook weer in het kader van het actieonderzoek, wilden we daar de jongeren in meenemen van, hey, als we materialen gaan ontwikkelen, wat zijn eigenlijk jullie behoeften? Wat willen jullie graag doen? Hoe willen jullie dat doen? Op welke vorm? We hebben dus jongeren getraind. Uiteindelijk is dat gebeurd over ongeveer 3 of 4 maanden en dan elke keer 5 dagen, verschillende dagdelen. Waarbij we heel erg stil zijn gaan staan van, hey, hoe ben je nou een goede onderzoeker? Want wij dachten op het moment dat wij dit onderzoek willen gaan uitzetten, de dataverzameling willen gaan doen, dan is het belangrijk dat die jongeren zelf bijvoorbeeld de interviews gaan houden met andere jongeren. En niet dat wij dat doen vanuit een instituut om alleen maar informatie op te halen. Maar ook data verzamelen, maar ook tegelijkertijd werken aan een community en een band onderling met de jongeren. Nou, dat hebben we gedaan. Onder andere met doorvragen, hoe doe je dat goed? Welke informatie wil je delen? Hoe ga je om met discretie, maar ook met misschien wel eigen verhalen, je eigen kwetsbaarheid en heftige gebeurtenissen. Dus daar hebben we echt heel erg op ingezet. Daarna zijn ze natuurlijk dus het veld ingegaan om data te gaan verzamelen. Ze zijn er zelf op uitgegaan. Hebben we samen met hun ook weer geworven voor opnieuw de respondenten die we wilden spreken. Dat betekent overigens, en ik vind dat ook weer een volgend belangrijke tip, dat die begeleiding heel intensief is. Als ik even kijk naar mezelf, we waren met een groep van onderzoekers. Je bent op dat moment in die zin niet alleen onderzoeker. Je moet wel een duidelijke rol hebben van, oké, wie ben ik, wat doe ik hier? Tegelijkertijd moet je heel goed beseffen dat je bent voor een heel groot deel ook heel intensief aan het begeleiden. Dat betekent ook een bepaalde flexibiliteit. Dat betekent ook een bepaalde kunde en vaardigheden richting, in dit geval, de jongeren.
Tot slot hebben wij een slot-event georganiseerd. Dat was eigenlijk wanneer het project in die zin eindigde, maar tegelijkertijd startte voor de jongeren zelf om daarmee voor verder te gaan. Ook echt op die community in te zetten. Ik vond het ook wel mooi wat Wilma noemde, die community up eigenlijk. Hè. Je bent de hele tijd aan het investeren in de community. En dan gaan ze het zelf doen. Nou, dat hebben wij dus het slot-event genoemd. Maar dat was dus in die zin een moment om te presenteren van, hey, wat hebben we allemaal gedaan de afgelopen tijd en wat gaan we ook vooral verder doen. Dat was een heel mooi feestje met lekkere hapjes en drankjes. En ook weer bijdragend aan de community zelf. Ja, ik zeg het al heel vaak, maar het woord community is nou denk ik misschien wel 10 keer gevallen. Het gaat echt werken aan het proces van vertrouwen en dat die groep bij elkaar krijgen. Ja, echt aan die community bouwen. Even kijken. Ja, nou ja, hier staat hij. Tijdens het gehele proces werken aan vertrouwen en community. Ik zie nog steeds eigenlijk de tweede dia. Ik weet niet of dat bij iedereen is. Moment hoor, dan gaan we dit even... Lijkt alsof er een soort vertraging op zit. Of zo. Ja, wat zien jullie nu? De eerste slide? De eerste, ja. Nu de tweede. Excuus, dan is daar iets verkeerd gegaan. Ja, dit is de derde. Ja. Nou, dit heb ik net allemaal verteld, ja. In puntsgewijs. Nou ja, nogmaals, jullie kunnen dat ook terugluisteren als daar behoefte aan is. Maar dit is eigenlijk even hoe het project eruit zag. Hè? Even heel kort door de bocht, van A tot Z. Maar er zat natuurlijk veel meer bij, maar dat heb ik net uitgelegd. Om dit een beetje handen en voeten te geven van hoe dat eruit zag tijdens die... ik zie dat ook zelf doorgeklikt kan worden als dat nodig is. Nou, dat is mooi. Om een beetje handen en voeten te geven op beeld en geluid van hoe zag dat er nou uit, heb ik een klein kort filmpje. Die wil ik even aan jullie laten zien. Voordat ik verder ga naar hoe werkt het nou aan een community. Ik hoop dat hij het doet. Ja, er woonde tegenover mijn straat, dat is wel leuk. Jasper, mijn beste vriendje, woonde tegenover mijn straat. Mag ik even tussendoor? We gaan nu even van het topic af. En ik wil het interview wel binnen de tijd kunnen afronden. Ik wil je niet afkorten, maar de volgende vraag heeft ook hiermee te maken. Dus kunnen we misschien doorgaan naar de volgende? Vandaag geven we training aan een groep jongeren die of ervaring hebben met LHBT's en of met dakloos zijn of allebei. Om hun voor te bereiden op het zijn van mede-onderzoeker. Movisie doet daar een onderzoek naar. Hoe kan de hulp aan dakloze LHBT's verbeteren? En zij worden mede-onderzoeker in dat onderzoek om de jongeren uiteindelijk dus te gaan interviewen. En daar bereiden we ze op voor. Maar je mag oefenen, hè? Ik ga gewoon door. En ik ga even vertellen over die overbejongen en dan oefen je iets anders. Okay, ja? En die jongen heette Jasper, dat was mijn beste vriendje. En we waren goede vrienden geworden, terwijl we nog niet wisten dat we homo waren. Maar ik denk dat we dus achteraf best wel... Je bent sowieso bezig met het zelfvertrouwen vergroten. Ze kunnen het, maar ze moeten eerst zelf beseffen dat ze het ook kunnen. je krijgt interviewtechnieken aangeleerd, hoe je de ander het gevoel geeft dat je goed naar die persoon luistert bijvoorbeeld. Hoe je dingen terug kunt koppelen, hoe je mensen kunt afkappen, omdat je wel heel veel vragen in één interview moet doen. Dus hoe zorg je dat je naar de volgende vraag gaat. En ook om te leren dus hoe je je eigen ervaring daarbij gebruikt. We hebben het hele interviewproces eigenlijk in stappen opgedeeld van hoe begin je, hoe interview je, hoe sluit je af. En vooral door het heel vaak in de praktijk te oefenen, hier in tweetallen bijvoorbeeld, dat je het kan, dat je het zelfvertrouwen krijgt en weet hoe je het moet doen. Jullie beginnen bij topic 1 en jullie hebben om en nabij 5 minuten, dus het is een beetje snelkoop van. Wil jij beginnen met interviewen? Out on the Streets, dat is een onderzoek waarin we interviews gaan afnemen met dak- en thuisloze jongeren die ook LHBT zijn. Of intersex of queer, nou, dat rijtje kan je afmaken. Dus het zijn echt jongeren die in de situatie zitten waar veel van ons in hebben gezeten. En we gaan dus informatie verschaffen om te kijken hoe we de situatie voor hen beter kunnen maken en wat zij nodig hebben. Moet ik hier een sticker op willen plakken? Nee, dat moet niet, maar je wil wel doorvragen en je kan ook uitleggen van... Goed. Je dan een beetje van allebei? Je kan ook iets over je eigen ervaringen vertellen. Dat kan ook helpen. Ik weet hoe het is, dus ik kan me waarschijnlijk makkelijker inleven dan iemand die geen ervaring meer heeft. En het is voor een jongere makkelijker om los te komen en informatie te verschaffen en te vertellen over zichzelf en over zijn situatie. Als de jongere weet, hey, ik snap jou en jij snapt mij. En wij zitten in hetzelfde schuitje. Dus het is gewoon gelijkwaardig contact. Het is gelijkwaardig contact. Maar daarnaast, in het hele proces is het waardevol, denk ik. Tijdens dit onderzoek bijvoorbeeld, kijken
kijkt deze groep kijkt ook mee naar de vragen, naar de topiclijst. Van zijn dit nou de juiste vragen? Stellen we de vragen op de juiste manier? Dus ik denk dat het waardevol is uiteindelijk in het interview, maar eigenlijk in het hele proces, dat je mensen laat meedenken van hoe gaan we het onderzoek nou doen en hoe zorgen we dat het aansluit bij de doelgroep. Hoe hebben we dat nou gedaan met die jongeren? Ik wilde dus met jullie doorgaan naar die community. Nog eigenlijk een klein stukje terug. Ik hoorde Wilm dat ook zeggen. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan tijdens die trainingsmomenten. We hebben ook gewerkt met acteurs en ervaringsdeskundigen, maar ook tegelijkertijd met experts. Dat jongeren daar ook informatie aan konden geven, maar daar ook eer informatie van kregen en daar ook konden oefenen. Het waren echt oefenmomenten met een hele veilige basis om dat met elkaar te doen. Goed. Hoe werk je dan aan zo'n community? Dat is misschien wel een van de grootste vragen in het actieonderzoek. Hè? Want er zijn natuurlijk veel verschillende vragen en uitdagingen. Dan wil ik nog even kort met jullie kijken naar de hobbels in het project. Want daar loop je natuurlijk ook wel tegenaan. Of tenminste, dat is bijna, je zou kunnen zeggen, onmogelijk om daar niet tegenaan te lopen. Die eerste, hè, de doelgroep niet kunnen vinden, die horen we vaak. Volgens mij was er ook al een vraag over van hoe doe je dat dan? Ja, dat is dus, we hebben eigenlijk onszelf eerst afgevraagd wie zijn onze eigen netwerken. Hè? Wij werkten vanuit Movisie. Dat is een instituut met ook vaak weer andere instituten als partners. Maar je moet je ook af gaan vragen, oké, wie zijn dan de samenwerkingspartners en via wie gaan we werven? En dat kunnen ook dus andere paden, andere kanalen zijn. In ons geval met deze jongeren was het ook echt via social media bijvoorbeeld. Echt heel specifiek in bepaalde groepen, Facebookgroepen, maar ook Instagram. En tegelijkertijd waren dat juist ook offline groepen. We hebben bijvoorbeeld hier in Amsterdam zijn we naar verschillende bijeenkomsten gegaan waar het heel specifiek ging over LHBT-jongeren. En dan hebben we ook elke keer weer onze vraag gesteld over van hey, zou die ons kunnen helpen om eens op zoek te gaan naar deze jongeren? In het geval van onbedoelde zwangerschap, bij dat andere project wat we nu aan het doen zijn in Zaanstad. In mijn eigen omgeving heb ik dat niet, hè, onbedoelde zwangerschap. Of ik heb in ieder geval niet personen die daar zouden kunnen helpen. Dus we zijn echt heel, heel specifiek op zoek gegaan naar vrouwen, naar jongeren. Ook echt ter plekke. Ik ben naar scholen gegaan. Ik heb op schoolpleinen gestaan om te praten met jongeren. Echt naar plekken waar zij zelf naartoe komen. Een jongerenraad in Zaanstad ben ik ook nog eens heen geweest om gewoon eens te vertellen van hey, dit is wat we aan het doen zijn en dit is de onderzoeker. Ook dat ze daar een gezicht bij krijgen. Denk bijvoorbeeld ook, het is niet alleen in Zaanstad, maar je hebt soms ook moedergroepen of ouder- en kindgroepen, dat je daar nog eens kan gaan vragen. En dus de samenwerkingspartners, Street Corner Work bijvoorbeeld, die ook echt heel specifiek op hele kwetsbare jongeren zit. Daar hebben we ook heel veel aan gepakt. Een ander voorbeeld om te kijken van in mijn netwerk heb ik misschien niet de doelgroep, hoe kom ik daaraan? Wat wij hebben gedaan vanuit Rutgers, en dat doen we wel vaker, is dat we ook via onze stagiairs proberen aan de doelgroep te komen. En dan zijn de stagiairs in dit geval niet per se andere meiden die ook meiden kennen die onbedoeld zwanger zijn of daarmee te maken hebben gehad. Maar zij hebben wel weer via hun social media allerlei kanalen en netwerken die wij niet hebben. Dus die hebben ook in die zin, je zou kunnen zeggen, daarvoor gebruikt om die kanalen aan te boren. Ja. Met moeilijke situaties omgaan, dat was best wel ingewikkeld ook in dit project. Omdat er toch wel soms dubbele stigma, dubbele kwetsbaarheid zat. Ik denk dat het belangrijk is dat je een goede sparringspartner hebt. En ook überhaupt een goed team van allerlei mensen om je heen die je kunnen helpen. Een voorbeeld daarvan, heel kort. Er was op een gegeven moment een jongere in de onderzoeksteam. Die een paar nachten op straat had gezorven en zei, ik heb een plek nodig, waar moet ik slapen? Die belde mij op, vond ik best heel ingewikkeld, want dan heb je ook die balans van, of überhaupt de vraag van, ik ben jouw begeleider, wij doen het project samen een aantal jaar, maar tegelijkertijd kan je niet zomaar in huis nemen. Uiteindelijk hebben we dat opgelost door juist te bellen met een partner in Amsterdam, HVO Querido. En die hebben gezorgd voor in ieder geval een tijdje dat deze persoon daar een bed had. Maar dit soort situaties, dat gebeurt. En dat is ook best ingewikkeld om ermee om te gaan. En tegelijkertijd moet je daar ook heel duidelijk je grenzen in aangeven. Wat er wel en niet kan.
Een ander punt is, en wat ik eigenlijk al aan het begin zei, een actieonderzoek loopt altijd anders dan je misschien initieel gedacht hebt. En dat is ook helemaal niet erg, want dat is precies het idee van dat je elke keer met je onderzoeksgroepen samen de boel bekijkt en misschien ook wel evalueert en dat wat aanscherpt. Maar dat betekent wel dat je een bepaalde flexibiliteit moet hebben. Dat bedoel ik dan heel specifiek op de inhoud. Maar tegelijkertijd ook als het gaat over werktijden. Hè? Wat ik zei, deze jongeren hadden soms geen plek om te slapen. Of die hadden andere ideeën over dit moeten we op deze manier aanpakken. En niet op de conventionele manier van 9 tot 5. Ja, daar moet je flexibel in zijn. Een ander punt is te snel willen afhandelen. Het woord actie zit in het actieonderzoek. Ik hou zelf erg van actie, doorgaan, laten we dingen doen. En tegelijkertijd die verandering. Hè, je hebt een bepaalde idee in je hoofd wat er gebeuren moet, met elkaar bedacht. Maar die verandering die gebeurt ook tijdens het proces. En daar moet je, daar heb je geduld voor nodig. Zo simpel is het. Je moet soms de dingen niet te snel willen doen, want dat kan juist heel erg averechts werken. Dus hou ook in gedachten dat dit soort processen gewoon heel erg dat je daar de tijd voor moet nemen. Ik gaf hem in het begin al aan, de rollen die duidelijk hebben. Ik denk dat het nog eens een keer belangrijk is om te noemen, want dat zullen we allemaal vast daar een idee van hebben. Maar juist op het moment dat je samenwerkt met mensen van verschillende disciplines, met verschillende perspectieven, van verschillende achtergronden, dan kan het heel anders zijn hoe jij denkt dat de ander denkt of andersom. Dat betekent dat je echt met elkaar, dat gaf Wilma ook mooi aan in die sessies, dat je met elkaar elke keer bijeenkomsten hebt om heel duidelijk te maken, dat zou je bijvoorbeeld in een project startup kunnen doen, hè, BSU, maar ook doorlopend in het hele project, dat je met elkaar elke keer gaat kijken, oké, wat is van mij, wat is van jou? En daarmee maak je namelijk ook het eigenaarschap veel duidelijker en ook veel concreter. En ik merk ook dat jongeren dat ze ook zelf prettig vinden, in dit geval. Ja, tot slot een punt, democratische benadering. Nou, dat zal een beetje een open deur zijn, maar dat is natuurlijk wel wat je samen doet. Je bent er samen verantwoordelijk voor. Tegelijkertijd is er wel altijd nog wel iemand die ergens het besluit dan neemt, maar je moet dat wel vanuit gezamenlijkheid doen. En wat ik al eerder aangaf, heel erg inspelen op die agency en eigenaarschap, dat kan dus ook zo simpel zijn als een plek hebben waar je met elkaar geregeld terugkomt, dat het vertrouwd gaat voelen, dat het een veilige plek is, dat je ook met elkaar bepaalt wat is dan die veiligheid en dat je dat ook aan hen teruggeeft. Oké, we maken nu een safe space, hè, wat je ook vaker hoort. Maar wat betekent dat dan? En wat heb jij daarvoor nodig? En wat moet ik daarin doen of andersom? Dus daar moet je gewoon hele duidelijke afspraken over maken. En eten en drinken, dat werkt altijd volgens mij. Nou, jongeren betrekken, dat hebben we net al, heb ik dat er wel wat over verteld. We hebben daar dus echt heel specifiek die verschillende vormen voor gebruikt die prikkelend zijn voor jongeren. Audio- en beeldmateriaal, ook filmpjes laten opnemen tijdens het hele proces. Zoals wat je net zag, maar ook andere filmpjes van jongeren zelf die misschien hun verhaal alvast delen. En dat hebben we ook elke keer weer via social media kanalen, via onze partners uitgezet. Dus daar moet je echt heel erg aan denken. Ga met hun in gesprek van, hoe kunnen wij jouw verhaal naar de buitenwereld brengen? We hebben ook gebruik dus gemaakt, wat ik zei, van acteurs. Hier staat ook gastlessen en theatervoorstelling. Dat hebben we ook gedaan, want juist die vormen op misschien een wat implicietere manier soms, ook weer met iemand mogelijk uit de doelgroep zelf, dat kan heel erg werken. Dat kan ook heel erg zorgen voor die aansluiting bij de jongeren zelf. Nou, dan tot slot. Ik heb al wat tips en tricks gegeven, hoop ik. Maar dan nog even de laatste slide met tips en tricks. Begin direct met het vinden en betrekken van de jongeren. Ik vind betrekken soms een beetje lastig woord, want ik denk dat het ook gewoon is, niet alleen je betrekt ze erbij, maar je hebt ze eigenlijk al helemaal in het begin dat ze ook mede-eigenaar zijn, mede-onderzoeker, mede-co-onderzoeker. Maar daar moet je echt meteen mee beginnen. Als je dat pas later in het proces doet, dan kan dat nog wel zorgen dat er dus geen eigenaarschap gevoeld wordt. Je moet ook echt met hen gezamenlijk gaan exploreren van wat wel, wat niet. En luister dan ook echt naar elkaar. Hè? Het is niet alleen het instituut die zegt, nou we gaan dit doen, maar luister ook echt wat er gebeuren moet. Ja, aansluiten bij die belevingswereld, kort over gehad. Dat gaat dus echt over die creatieve werkvormen ook. Hè? Hoe nemen ze ook die informatie tot zich? Niet alleen wat wordt er gezegd, maar ook hoe. En denk daar bijvoorbeeld ook bij aan invloedrijke personen.
influencers. We hebben daar zelf nog niet mee gewerkt. Maar dat is bijvoorbeeld uit het Zaanstad-project is dat heel duidelijk naar voren gekomen. Van, hè, hoe zou jij deze informatie dan tot je willen krijgen? Of hoe wil jij deze bijeenkomst? Hoe zie je dat voor je? En er werd heel vaak gezegd, ik zou het best wel leuk vinden om een influencer, om daar informatie over seksualiteit of over zwangerschap te krijgen. Dus indien het budget dat toelaat, probeer daar ook op in te zetten. Ja. Ja, gelijkwaardige participatie, dat is ook zo'n open deur. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, jij zit ook in dat participatieve, dat je dus actief ook uitreikt naar de ander toe. We weten allemaal wat het betekent en tegelijkertijd zien we dat ook nog vaak niet gebeuren. Dus het gaat er echt om dat je onderdeel bent van die groep. En dat je ook daarnaast gaat staan, naast de jongeren. Dat kan soms lastig zijn, hè? Weet je, welke ruimte neem je misschien wel of niet in. Nou heb ik in die zin, zou je kunnen zeggen, het geluk dat in beide projecten ik werk met jongeren met een migratieachtergrond. Nou heb ik dat zelf ook. En dat kan heel erg helpen om juist die aansluiting ook te vinden. Hè, dat ze ook aan mij vragen, hey, hoe was dat voor jou? Of hoe is dit voor jou? Dat ze dat ook al bijna zien als een soort van, oh, ik ben samen met een rolmodel of iemand die op me lijkt en gelijk aan het samenwerken. Check-ins en samenkomen, ook belangrijk. Probeer er niet alleen uit te halen wat je wil, maar zorg er dus ook voor, hè, het gaat over die intensieve begeleiding, dat je momenten hebt dat je echt even gaat op individueel niveau gaat checken van, hey, hoe gaat het eigenlijk met je? Wat vind je van dit project? Je evalueert niet alleen, maar je evalueert in die zin niet inhoudelijk, maar ook echt met de persoon zelf. Hoe staat die erin? Wat heeft die nodig? Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het oog hebben voor de situatie van de jongeren. We vragen in dit soort gevallen best wel vaak veel aan hen. Maar ja, het kan niet altijd. Ze zitten soms ook, juist door die dubbele kwetsbaarheid, of misschien wel driedubbele kwetsbaarheid, zitten ze soms ook in situaties waarbij ze niet elk moment kunnen klaarstaan voor je onderzoek. En ja, ik vind dat je daar goed rekening mee moet houden. Zorgen voor een safer space, ook die heb ik genoemd. Het gaat erom dat je dus veiligheid biedt. En dat moet je met elkaar van tevoren definiëren. Ja, alles voorleggen aan de groep. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, waar tegelijkertijd ook heel vaak wat dat beide vergeten wordt. Want je bent natuurlijk ook bezig met je collega's en je team op dat niveau. Maar het is goed om continu terug te koppelen. Dit is wat we doen. Dit is wat jullie hebben gezegd. Klopt dat? En dan ook weer bijsturen als dat niet is. Dat moet je ook elke keer bij hen checken. Balans met vriendschap en professioneel vond ik dus zelf ingewikkeld, omdat ik destijds ook nog een stuk jonger was. En in die zin, ik ben zelf LHBT, geen ervaring met dak- en thuisloosheid, maar ik zat wel heel dicht tegen die groep aan. En ik kon me heel erg ook inplaatsen, of inbeelden wat zij in die zin meemaakten. En dat was soms ingewikkeld qua, hey, zijn we nu meer vrienden of is het echt een professionele band? Dus dat is ook voor jezelf wat je hier kan afvragen. Nou, en tot slot, die klankbord en die sparringspartner, dat blijft gewoon een hele belangrijke. Goed, dat was hem van mij. Ik weet niet of er op dit moment nog vragen of opmerkingen zijn. Dat kan in de chat, zoals ik van Inge begrepen heb. En daar kan ik dan antwoord op geven, heel specifiek over dit gedeelte. Ik kan, als dat prettig is, ook voor degene die het filmpje niet helemaal kon horen, kan ik nog eens de slide en het filmpje opsturen, zodat je dat nog eens terug kan kijken als je dat wilt. Ja, we sturen dat ook eigenlijk altijd mee en ook de opname. Dus ook voor degenen die niet aanwezig konden zijn bijvoorbeeld. Dus dat komt wel goed. Dankjewel. Leuk. Inspirerend. Ja, heel veel vanuit de onderzoekerkant. Ja, dankjewel. En ik hoop ook dat de vraag beantwoord is over hoe vind je dan de groepen, hè, de meest kwetsbare. Ik hoop dat daar een beetje... Nou, ik weet dat Wilma vorig jaar ook vertelde, en dat was, zag je natuurlijk ook in het filmpje, gewoon, die stond gewoon op de markt met sinaasappels en mandarijnen. Om zo dichtbij te zijn, zo zou je natuurlijk bij zwanger ook kunnen doen. Mooi, misschien is dat een mooie verbinding naar de Veenkoloniën, naar Martien en Tamara. Wie mag ik van jullie het woord geven? Want jullie hebben weer een hele andere insteek, denk ik, in jullie regio, hè? Van hoe je de inzet doet. Wie pakt het woord? Ja, ik zat even te wachten. Ik zag nog de oude presentatie staan. Oh. Ja. Hij zat er echt vertraging op, hè? Zo nu en dan. Ja. Als ik even een hele korte aftrap doe, dan vult Tamara vast aan of ze neemt het zelfs over. Maar dat is ook de relatie die we hebben als collega's. Goede Start is een traject, een programma dat al een aantal jaren in de Veenkolonie loopt.
Ooit gestart in 2010. En samen met Steven gestart, zeg maar, ook wat voorlopers op het landelijke programma Kansrijke Start. En in 2016 ongeveer, toen we met veel partners om de tafel gingen zitten om meer in de regio, niet alleen in de gemeente Hoogeveen, te kijken wat er nodig was, hebben we het geluk gehad dat, dat er een aantal ervaringsdeskundigen vers op de opleiding zaten in het noorden of er zelfs net vanaf kwamen. En we hebben met elkaar eigenlijk de keuze gemaakt om zo snel mogelijk ook een aantal ervaringsdeskundigen aan te laten sluiten in ons team, maar ook in de verschillende lokale coalities. Tamara is mijn maatje, zeg ik wel eens. Ik ga niet naar een overleg met een wethouder of een bestuurder of een lokale coalitie zonder dat zij erbij is. En ik ben elke keer weer aangenaam, moet ik zeggen, maar wel verrast als ze met een voorbeeld komt uit de praktijk. Dat ze een beetje observeert van nou, wat wordt hier nu gezegd? Hoe wordt er over mensen gesproken? Hoe wordt er met alle goede intenties nagedacht over een aanpak die kan werken? Is het heel mooi dat zij daarbij zit met haar eigen ervaringsdeskundigheid. Maar ik denk ook met ervaringsdeskundigheid van verschillende collega's. In de regio, maar ook in de rest van het land. Want ze zit in diverse gremia. En dan zien we dat we, ik neem even de vrijheid, hè, maar het grootste deel zoals we hier zitten, zijn we hoog opgeleid. Net zei ook een van de andere sprekers, ja, ik kende in mijn omgeving eigenlijk die onbedoelde zwangerschappen niet. Dus voor een deel staat problematiek ook wat verder van ons af. En we, ook wij zijn bezig om die kansen te verbeteren voor iedereen. En dan is het heel goed om juist ervaringsdeskundigen erbij te hebben. Om te zeggen van, nou, zo ziet de situatie eruit. Dit was de reden waarom je mij niet bereikte. Of dit was de reden waarom ik, zeg maar, zorg aan het meiden was. Dus ik ben er heel blij mee dat we ook eigenlijk in elk overleg een ervaringsdeskundige erbij hebben. Die openstaat voor zowel aanvulling, maar ook de vragen van partners te beantwoorden. Ik zie Tamara nu nog niet even in mijn scherm. Ik ben er wel hoor, ja. Ik wel. Goed. Vul jij eens aan, Tamara, want ik kan alles wel vertellen, maar het is veel beter als jij dat doet. Ja. Nou, misschien even kort, zoals ik mij voorstel. Ik ben Tamara Jones, ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Ik heb gelukkig als kind zijnde geen financiële armoede gekend, maar armoede in de liefde. Dus als psychosociale aspect. En op latere leeftijd door de bureaucratie arm gemaakt. En dan eigenlijk heel kort door de bocht. Een echtscheiding, gevlucht uit de situatie. Daarin een dik jaar thuis en dakloos geweest en een zwangerschap van 8 maanden gekend op straat. Dat is een beetje waar mijn expertise zit. Ik heb in 2015 mijn opleiding gedaan als ervaringsdeskundige vanuit expertisecentrum Sterk uit Armoede. En vanaf 2017 schuif ik aan bij Goede Start. En dat was eerst door middel van het meeanalyseren van allerlei vragenlijsten. Het meelopen in de trainingen die gegeven worden binnen Kansrijke Start, waaronder positieve gezondheid. Inmiddels ook meer trainingen gedaan. En wat er vooral heel erg voor mij heel erg waardevol is, maar ook op het moment dat zo'n training gegeven wordt, is dat het ook vanuit de andere kant bekeken wordt van, nou ja, zal dat inderdaad wel passen of niet passen? En hoe voelt dat voor mij? Hoe voelt dat voor die ander? En dat wat Martin ook zegt, we hebben allemaal onze wieg op een andere plek staan. Vandaar waar onze wieg staat, doen wij onze ervaring op, onze kennis. En ik denk wel eens, hoe mooi is het als we inderdaad de kennis van iedereen, maar ook de wetenschap, maar dan ook daadwerkelijk de ervaring van de mensen die in die situatie zitten, bij elkaar bundelen. Ik denk dat we dan een veel krachtiger iets krijgen. Eigenlijk wat hier vanmorgen al een paar keer benoemd is. En daardoor hopelijk echt daadwerkelijk de gezinnen in kwetsbare situaties benaderd krijgen. Maar ook uiteindelijk naar de juiste zorg gaan toeleiden. En ik heb doorgaandeweg natuurlijk inderdaad wel geleerd. Hè, hoe past dat aan zo'n tafel? Om daarin soms een beetje netjes, maar toch ook wel
trek. Ik ben ook wel eens genoemd als de olifant door de porseleinen kas heen wandelt. Zo van, nou ja, dit gaat gewoon echt niet werken, jongens. En uiteindelijk is dat gewoon fijn. Want, en daar zit hij ook in, hè? Want je noemde net het deelnemen aan trainingen. Als we het hebben over trainingen van het verbeteren van handelingsverlegenheid of communicatieve vaardigheden, dan zit daar weer een groep die het heel goed wil doen voor een bepaalde doelgroep. Hoe mooi is het als nou, een ervaringskundige gewoon daarbij zit en zegt van, nou, en het is de bedoeling dat, of ik ga alleen maar, zeg maar daarop aansluiten als je dit en dit doet. Dus het wordt nog veel praktischer. En dat geldt ook in de overleggen. En daar zit wel de meerwaarde, vind ik. En die olifant in de porseleinkast. Soms is het ook de olifant in de kamer die niemand opmerkt. Af en toe confronterend. Maar liever zeg maar confronterend helemaal aan het begin. Hè? Of samen. Hoe zeg je dat altijd? Als je niet met me doet, dan... Doe je zonder het mij. Doe zonder je, mij. Ja. Of dan ben je tegen mij, zoiets, ja. 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 En ik denk dat dat... dit is niet alleen mijn expertise of mijn kennis die ik door de jaren heen op heb gedaan. Daar waar ik van denk van, nou, daar wil ik toch wel eens meer van weten hoe dat daadwerkelijk binnen het dorp zit. Dan ga ik binnen het dorp op zoek of er een ervaringsdeskundige is die dichter bij deze inwoners staat. Ja, want wij werken in een veenkoloniaal gebied. Dat zijn 11 verschillende gemeentes. En 11 verschillende gemeentes met verschillende populatie en cultuur. Dus ik leg dan niet alleen mijn stuk neer. Daar waar ik van denk, van er is meer voor nodig. Dan heb ik een team, andere ervaringsdeskundigen waar ik weer beroep op kan doen. Of daar waar binnen een coalitie een bepaald vraagstuk ligt. Dan ga ik op zoek naar de bijpassende ervaringsdeskundige die daar mooier bij aansluit. Ja, en ik denk dat heel waardevol is vanuit een ervaringsdeskundige die opgeleid is. Want dat gaf ook wel Aviva heel mooi aan. Sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Want het is inderdaad... Kijk, wij hebben als ervaringsdeskundige ook die opleiding gehad. En daar waar jij met jongeren aan de gang ging om uiteindelijk zij het gesprek te laten voeren. Je benoemde het al. We begrijpen elkaars leefwerelden beter. Wij noemen dat ook wel eens... We spreken dezelfde lichaamstaal. En dat kan juist soms een hele mooie opening zijn om juist de vraag achter de vraag naar boven te krijgen in dat wat er daadwerkelijk ook nodig is. Ja, dus als je de gelegenheid hebt, maak gebruik van ervaringsdeskundigen in je omgeving. Zie je die nog niet meteen, zou ik eigenlijk iedereen adviseren, ga actief op zoek. Het is echt een verrijking. Denk in bijna ieders werk zoals we hier zitten. Voor degenen die mij niet kennen. Ik ben projectleider, kansrijke start in de veenkolonie onder andere. Ja. Vorig jaar vertelde je volgens mij ook over dat jullie toen bezig waren om bij centering zwangerschap te kijken. Meer te betrekken van hoe krijgen we nou de mensen juist wel in die groepen. Marianne, ja. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Of jij, Martien? Nee, we zijn heel. Er zijn een aantal groepstrajecten, laat ik het maar even zo zeggen. Of dat het nou samen zwanger, hè, centering zwangerschap of op het consultatiebureau is. Waar we niet altijd die groep bereiken die we graag zouden willen bereiken. Nou, daar kunnen we ook weer zelf iets gaan bedenken. Ja. Maar dat doen we met ervaringsdeskundigen. Maar daar vragen we ook heel actief. Zwangeren die hebben aangegeven, ik wil dat liever niet. Of die er toch uitgestapt zijn. Omdat we die kennis erbij willen halen, hoe moeten we het programma of onze communicatie of de samenwerking aanpassen om toch drempelverlagend te zijn. En dan maar even over je eigen onkunde of onwetendheid heen te stappen. Ja. Ja, en hetzelfde geldt zeg maar met voorlichting of het voorbereiden van voorlichtingen op school. Ja, daar zit Tamara of een andere ervaringsdeskundige, afhankelijk van het onderwerp, zit daar ook bij in de voorbereiding. Ja, mooi.
Het hoeft dus niet allemaal, hè, want als ik die verhalen hoor over het actiegericht onderzoek, participatief, dat kan ook heel groot zijn van hoe moeten we dat dan opzetten, maar je kan het eigenlijk ook al heel klein doen, om toch, of klein, ja. Het is niet klein, maar niet heel ingewikkeld met... En nu 5 jaar verder, hè, zeg ik van nou, het loopt zoals het loopt en in het begin was het ook, vond ik het in elk geval spannend. Ik denk ja, wat kan ik nou van die ervaringsdeskundige verwachten? Hè? Hoe gaan we samenwerken? En nou, in het begin voelden we denk ik van twee kanten ook wel de afstand. Dat hebben we geprobeerd zo snel mogelijk plat te staan. Dus ja, we zitten hier samen met eigenlijk een opdracht of verantwoordelijkheid. Dus er is geen ongelijkwaardigheid in als we aanschuiven bij een overleg. Ik zag net ergens in een chat. Ja, Anne vraagt van wat heeft het opgeleverd? De vragen naar andere communicatie rondom centeringszorg. Ja, dat heeft in elk geval opgeleverd dat we het aanbod wat we doen. Zodra er iemand eigenlijk zegt van nou, dat wil ik liever niet. Dat we een follow-up afspraak inplannen in die gemeente om toch nog een keer met de zwangere of zelfs het gezin in gesprek te gaan. Oh, goh, waar zit het dan precies? En daar kan ook een ervaringsdeskundige meteen bij aansluiten om aan te geven wat de meerwaarde zou zijn. Nou, meerwaarde is bijvoorbeeld het verrijken van een netwerk. Terwijl het netwerk hoeft niet ontoereikend te zijn, maar het kan wel zeg maar onvoldoende rijk zijn als je alleen maar zeg maar eenzelfde voorbeeld voorgeschoteld krijgt, wat misschien ook al, en dat geldt hier ook in de Veenkolonie, soms generatie op generatie voortgaat, dan is het wel goed om over thema's in een groep met anders gestemden na te denken. Dus daar gaan we dan wel het gesprek over aan met samen met een ervaringsdeskundige. Ja, en wat dan weer het mooie is, is dat een ervaringsdeskundige doet. En dat is toch wel wat we in meer dingen ervaren is. Is het dat dan minder belerend aanvoelt dan als een professional dat dan ook doet. Ja, heel nagezegd naar de professionals ook die hier aan de tafel zitten. Maar zo voelt dat gewoon wel voor die anderen aan de tafel. Dus daar waar een ervaringsdeskundige of een student het gesprek aangaat, voelt dat minder belerend aan dan als dat de professional doet. Ik zag ook nog een vraag van Gabi of Gaby. Er zijn hier in de regio ontzettend veel welzijnsorganisaties die ook ervaringsdeskundigen gewoon in hun team hebben. En in verschillende lokale coalities schuift of die ervaringsdeskundige namens die welzijnsorganisatie aan. Of dat doet ze samen met een collega. Dus Tamara is zeker niet de enige waarvoor dat geldt. En wij hebben denk ik het geluk... Er zit hier een hele grote organisatie, dat heet de Tintengroep, waar heel veel welzijnsorganisaties onder vallen die in verschillende gemeenten hun werk doen. En met name die Tintengroep is ontzettend positief over de inzet van ervaringsdeskundigen in eigenlijk in al hun labels. Dus dat is positief. En het zorgt ook voor, ik zat vorige week met Tamara samen bij een nieuwe wethouder die begin dit jaar gekozen is. Dat werd een heel persoonlijk gesprek over kwetsbaarheden. Ja, met alle respect, dat was mij gewoon niet gelukt hè, als ik daar alleen aanschuif. En dat betekent dat je vanaf dat moment op een heel ander niveau zeg maar, de betrekking ook hebt met toch een bestuurder van een gemeente. Dat kan ontzettend belangrijk zijn. En ik heb dat een beetje. En als ik nou kijk naar Tamara en deze wethouder, is die heel sterk. Mooi, dank jullie wel. Ik ga snel door naar de volgende voorbeeld. Vanuit Tilburg. Baby, mag ik jou het woord geven? Spreek ik ook goed jouw naam uit? Zeker. Is het altijd? Ja, jullie zijn met z'n tweeën. Stel je mij even voor en vanuit welk project jullie wat gaan komen vertellen. Ja, mijn naam is Gaby Rog en dit is met Touma. En wij komen uit Tilburg namens het project Gezond opgroeien met perspectief. En er zijn ook een aantal onderzoekers van Tilburg aangesloten. Zie ik nu niet in beeld, maar we zijn dus met velen. En wij komen jullie even meenemen in het project om aan te geven hoe wij ervaringsdeskundigen inzetten, waar we nu staan en wat wij verwachten te gaan doen de komende tijd.
ik ben heel technisch, dus ik ga mijn presentatie delen in de hoop dat het allemaal meteen gaat lukken. Nou, dat gaat goed. Ja, zien jullie al iets? Ja. Oké. Dan ga ik hem starten. Zien jullie een volledig scherm of alleen groen? Alleen groen. Ik tenminste. Oh. Ja, daar komt wat. Yes. Goed. Het project Gezond opgroeien met perspectief in Tilburg wordt in 2 wijken uitgevoerd. In 2 totaal verschillende wijken. Als je kijkt naar een ene wijk, dan hebben we het over veel arbeidsmigranten, statushouders, nieuwkomers, grote gezinnen, veel huishoudens met inkomensniveau rond de bijstand. En daarentegen een hele andere wijk, Groenewoud, een hele volksbuurt. Veel huishoudens met laag inkomen, tienermoeders, veel alleenstaande gezinnen ook. En je ziet in het zand dat je gaat om, is een hele sterke behoefte aan een sociaal netwerk. De mensen blijven echt in hun eigen wijk, zijn best trots op hun wijk. Maar er spelen heel veel sociale vraagstukken. In de andere wijk hebben we het over vooral achter de rolluiken, armoede, veiligheidsvraagstukken. Weinig te doen voor de kinderen, dus de behoefte is groot, maar als het wordt georganiseerd, komen ze daar niet makkelijk op af. Ze willen alles achter gesloten deuren laten plaatsvinden. En wij zijn al we zijn aan de slag gegaan en wij in Tilburg zijn een aantal kernpartners in de wijk. Daar is het sociaal werk hoort daarbij, daar hoort GGD bij, daar hoort een samenwerking tussen het ziekenhuis en de verloskundigen horen daarbij en de gemeente. Om eens te kijken in die wijken, wat gebeurt er nu en hoe kan je nou een aantal zaken met elkaar verbinden? Dus niet weer opnieuw met initiatieven komen, maar juist kijken hoe kan je bestaande initiatieven versterken door samen op te trekken. En je ziet dan, wat gebeurt er in die wijk? Hè? Het aanbod wordt samen met bewoners en professionals bedacht. Het sluit heel erg aan op de behoeften en de leefwereld, waar ik net ook een aantal keer iets over hoorde. En er wordt heel veel geïnvesteerd op het individueel contact met die bewoner. We hebben een aantal voorbeelden, zoals een meet and play. En dat is eigenlijk een bewegingsactiviteit of een ontmoetingsactiviteit voor ouders met jonge kinderen in de wijk. Die komen 1 keer in de week samen. Bepalen eigenlijk vanuit behoefte het programma. En krijgen op die manier de kans om zich om te voldoen, die sociaal netwerk te vergroten. Voldoen aan de behoeftes die zij hebben. En dat werkt heel erg goed, omdat het initiatief in wat ze precies willen doen en hoe ze dat willen doen, dat komt echt van die bewoners zelf. Zo hebben we een wijkontbijt voor een aantal scholen in de andere wijk. En dat is ook succesvol, omdat juist daar moeders eigenlijk zeggen van, goh, wij willen daarin ondersteunen. Onze kinderen die eten niet altijd voordat ze naar school gaan. Daar moeten wij zelf iets mee, maar we willen graag ook voor de ander zijn om hun ook aan te geven waarom het zo belangrijk is om dat wel te doen. Ja, dat zijn gewoon wat praktische voorbeelden in de praktijk. En wat heel erg belangrijk is, denk ik, in deze, is ervaringsdeskundigen. Ik zeg dat tussen aanhalingstekens, omdat ik daar altijd een beetje moeite mee heb. Hè. Onze professionals, dus de sociaal werkers bij ons in beide wijken, beschouwen wij zelf ook als ervaringsdeskundigen. En wij zien het niet als een antwoord voor alle oplossingen, maar onderdeel van het geheel. En ik geef het woord even aan jou, Mek, toe om daar verder toe te lichten. Ja, ervaringsdeskundigen die zetten wij binnen het project GOM zetten we niet in. Het is geen doel, we zetten ze in als middel. We hebben bewust de keuze gemaakt om een combinatie te maken van eigen professionals, de kids en de jongerenwerkers, samen met sleutelfiguren in de wijk.
Deze sleutelfiguren, dat zijn actief betrokken vrijwilligers, die ook aanspreekpunten zijn voor wijkbewoners. En deze sleutelfiguren, die noemen wij binnen BOMP, noemen we ze ambassadeurs. We willen ze bewust niet ervaringsdeskundigen noemen, om hun eigenlijk wat meer draagvlak, of ja, dan ook zeggen wat meer gewicht te geven. Professionals die zetten hun ervaringen, die delen ze met de doelgroepen en die zetten ze in als competentie. Daarmee creëren ze meer draagvlak bij de bewoners. En de ambassadeurs op hun beurt weer, die delen hun ervaringen. En die krijgen dan weer erkenning en herkenning vanuit de bewoners. Die combi samen, ja, dat zorgt ervoor dat eigenlijk de activiteiten en het aanbod wat wij namens KOMP in de wijken inzetten, heel succesvol zijn. Nee, dit is hem. Ja, hoe positioneren wij deze startambassadeurs? Nou, omdat ja, het woord ervaringsdeskundige is echt, ja, best een containerbegrip, hè, heel breed. Wij hebben ervoor gekozen om ja, het profiel wat te kaderen, juist voor deze ambassadeurs. En dat ook duidelijk voor ze wat, oké, wat zijn de verwachtingen en wat kun je? Alles, alle inzet die zij plegen, ja, die komt eigenlijk in, vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. En daarbij worden ze ondersteund door de professionals binnen de wijk of binnen het project zelf. Even kijken, wat een voorbeeld is bijvoorbeeld themabijeenkomsten die door zowel de ambassadeur als de professionals, de beide ervaringsdeskundigen, worden ingezet. En zoals ik net al zei, de een deelt de ervaring en kennis en die zet hem in als competentie. En in dit geval de ambassadeur, die vertelt het verhaal, die wordt daarin herkend. Vervolgens hebben wij wijkaanbod, een voorbeeld zoals in de Meet and Play. De ene keer is het de ambassadeur die ondersteunend is aan heel de activiteit. En de andere keer is de ambassadeur zelf eigenlijk het gezicht van de activiteit. En daarnaast hebben wij, even kijken, thema bijeenkomsten. Nee, dat heb ik ook al gehad. Ja, we verkleinen de kloof tussen wijkaanbod, wat ook door andere organisaties en professionals worden aangeboden in de wijken. Doordat wij de behoeften die liggen bij de wijkbewoners niet alleen door professionals laten ophalen, maar ook door de ambassadeurs. Zij halen deze behoeften op vanuit de rol die ze hebben als wijkbewoner. Dus ja, je ziet het als een 24/7 behoeftepeiling. En de professional die vertaalt hem op zijn manier weer aan de organisaties en de andere professionals in de wijk. Waardoor je eigenlijk een wijkaanbod krijgt wat heel nauw aansluit bij de behoeften en de vragen die liggen in de wijken. De monitoren. Okay. Een grote uitdaging is voor ons. Even eens iets verder, ik zie hem even niet. Nee, toch terug. Nee, een grote uitdaging voor ons is het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen het MDO. Dit is op dit moment nog in ontwikkeling. Dat wordt gezamenlijk ontwikkeld door in dit geval de professionals vanuit het ziekenhuis, verloskundige praktijken, jongerenwerk, sociaal werkers en de ambassadeur zelf. Gezien dit vooral om casuïstieken gaan, wordt daar, ja, moet er nauw gekeken worden wat voor rol kan deze ervaringsdeskundige dan pakken. Dat is heel wat anders dan een draaien van een activiteit of een behoeftepeiling doen. Ja, ook hierin is de lead ervaringsdeskundige, want die kan spreken vanuit zijn eigen ervaring, maar ook, hè, die zit dan ook op de stoel van in dit geval de cliënt bijvoorbeeld, die in het MDO besproken wordt. En omdat het juist zo'n uitdaging is het belangrijk dat we dit goed kunnen waarborgen. En daarvoor hebben wij, ja, is het nodig dat het goed gemeten gaat worden, zodat wij, hè, zoals we al in het heden als op langere termijn natuurlijk gaan, kunnen gaan kijken, hoe kunnen we dat nou verduurzamen? En zodat die inzet goed gewaarborgd blijft. We hebben een paar praktijkvoorbeelden. Nou, eentje daarvan is dus, Meisa. Meisa, zij is een ambassadeur. Meisa is de actieve buurtvrijwilliger, de betrokken schoolouder. Denk dan even aan in de ouderraad, overblijfouder. Vervolgens ook sleutelfiguur, dus ouders in de wijk, gezin in de wijk, weten haar ook te vinden met vragen.
zelfs sociale vraagstukken waar zij dan denkt, goh, ik weet wel wie je daarvoor kunt hebben. En vervolgens nu ambassadeur is binnen GOMP en zelfstandig in dit geval wijkontbijtraad. Sandy is een collega vanuit sociaal werk. Sandy werkt en woont in een wijk waar een zeer lage mate van sociale cohesie aanwezig is. Zij begrijpt de bewoners waarom zij eigenlijk niet graag collectief activiteiten willen bijwonen, maar wel behoeften hebben en specifieke vraagstukken hebben. Zij weet op haar manier, doordat zij dus deze ervaring met ze deelt, herkend en herkend wordt, weet zij wel aansluiting te maken. Die combinatie van een ambassadeur vanuit de wijk en een ervaringsdeskundige vanuit professional domein, die zorgt voor eigenlijk dat de bewoners een stem krijgen. Die krijgt niet alleen dat ze ondersteund en activiteiten of betrokken worden. Nee, ze krijgen daadwerkelijk een stem, ze worden gehoord en ze voelen zich hiermee gehoord. Nou goed, er hangt natuurlijk ook een onderzoek aan het project. Hè? Annemarie, morgen kan jij hem voor ons toelichten? Ja, dat kan. Vanuit FNO doen we het overkoepelend evaluatieonderzoek. Dat doen we samen met VAROS, Sinsis en Significant APE. En Tilburg is een van onze gebieden waar we dat onderzoek uitvoeren. En dus in de twee wijken die net als voorbeeld genoemd zijn. Het is participatief actieonderzoek voornamelijk. Dat betekent dat ook dat we in co-creatie, zoals eerder uitgelegd vanmiddag, het onderzoek inhoud en vorm geven. Concreet in Tilburg betekent dat dat we ook samen met de professionals en de mensen die daar zijn om de tafel zitten. Om te kijken wat er nodig is en vervolgens hoe dat vormgegeven kan worden. Heel belangrijk is ook dat we zoveel mogelijk aansluiten bij dat wat leeft in de praktijk. En dat dus eigenlijk ook de activiteiten die plaatsvinden in het kader van het onderzoek ook onderdeel zijn van het programma. Dus dat dat faciliteert dat wat er gebeurt. Dan komen de rest, ik zat al te zoeken. Daarnaast gebruiken we natuurlijk ook bestaande gegevens. Bijvoorbeeld de gegevens van de gezondheidsmonitor GGD. Die hebben ook nu een steekproefverdichting gedaan in de wijk. Een van de belangrijkste indicatoren die we ook willen meten gedurende het project is de ervaren gezondheid van mensen. Wat doet dit project daarop? En het ook goed om te weten is dat we 10 jaar looptijd hebben in dit project, waardoor we ook de kans hebben om werkelijke veranderingen te realiseren en te kijken ook of we die in beeld kunnen krijgen. De volgende slide. Om dit participatief actieonderzoek vorm te geven, hebben we leercycli op verschillende niveaus. Dat is allereerst natuurlijk in de gebieden zelf, samen met de mensen die daar zijn, zitten we om de tafel. Maar ook tussen de gebieden onderling is over en weer contact om met elkaar uit te wisselen wat er kan gebeuren en hoe dat het beste vorm te geven. Op programmaniveau hebben we bijeenkomsten 2 keer per jaar met alle gebieden samen waarin we dingen kunnen uitwisselen. En natuurlijk ook vanuit experts die ons ook weer met ons meedenken. Een belangrijke ding wat we inzetten is de toolbox met allerlei participatieve methoden en instrumenten. Dat is eigenlijk een soort rugzakje van ons als onderzoekers. En op het moment dat er iets nodig is om te doen, kijken we samen met de mensen in het gebied wat is handig om te doen. En dan kijken we met hen samen hoe we dat het beste kunnen inzetten. Dus we begeleiden de gebieden dan ook om bijvoorbeeld een tool of een methode aan te passen, zodat het ingezet kan worden. En of we zijn er zelf bij. Dit zijn een aantal voorbeelden van tools die we hebben. En de basisvragenlijst is bijvoorbeeld ook in ontwikkeling. En daarin betrekken we ook weer ervaringsdeskundigen, startambassadeurs, om met ons mee te denken hoe die vragen het beste vormgegeven kunnen worden. Dankjewel. Wat denk ik voor ons het belangrijkste verschil is, is dat wij, en ik kom daar steeds meer achter, is het nou heel raar dat wij als een van de weinigen naar professionals inzetten als ervaringsdeskundigen?
als we het hebben over de betekenis, hè, zonder de definities, maar gewoon eens goed kijken naar wat is het werk van een ervaringsdeskundige, denk ik, ja, maar mijn professionals, die hebben dat. Die ademen dat. En die, dus voor ons is het altijd een beetje zoeken geweest van hoe maak je die combinatie van die wijkbewoner die daar echt zit en die professional die ook over die ervaring beschikt. Hè? Hoe zorg je dat daar een soort co-creatie van ontstaat om daar een gezamenlijkheid op te trekken? En we zien dat we steeds meer aan de ene kant, hè, want een ervaringsdeskundige is vaak iemand die iets wil terugdoen, maar wel best een afgekaderd, hè, die heeft daar ook wel in ieder geval de sleutelfiguren wel soms eigen belang in, of van goh, dit is mijn doel, dit wil ik daar uithalen. En hoe vertaal je dat naar, hoe kan ik dat inzetten voor de rest van de wijk? Dus we zijn ook wel nog aan het zoeken, omdat we aan de ene kant die ervaringsdeskundigen, of hoe wij ze noemen, de startambassadeurs, die willen wij oprecht ook voor hunzelf, voor het individu, empoweren. Zonder dat het nu lijkt, oh, er is weer een bijeenkomst, we moeten weer een ervaringsdeskundige erbij halen. Want dus altijd zoekende. Ik kom ook moeilijk uit mijn woorden, omdat ik het ook een moeilijk proces vind. Het is best lastig om dat aan bijvoorbeeld de gemeente of andere partijen aan te geven van, ja goed, de professionals die wij hier aan tafel hebben zitten, die kunnen dat ook mooi verwoorden. Zodat je daadwerkelijk ook die ervaringsdeskundigen of de startambassadeurs in ons geval in hun kracht laat. En ze niet altijd gebruikt om iets. Ja, want ik denk dat is dat stukje kwetsbaarheid van de ervaringsdeskundige, in dit geval wij noemen ze startambassadeurs, hè. Dat is hun kracht en dat mag geen valkuil van ze worden. En dat is dat stukje wat ik denk dat dan de professionals eromheen vooral moeten gaan zorgen dat gewaarborgd blijft. Een ervaringsdeskundige, in mijn opinie, die moet continu in ontwikkeling blijven. En dat kan door empowerment, maar dat kan ook door te kijken, goh, wat is je ambitie en wat heb je nog meer nodig? Want het is, hè, de ervaringsdeskundige, die heeft natuurlijk een proces doorlopen. En met dat proces probeert hij aan de persoon tegenover hem eigenlijk zijn verhaal te vertellen van, ik ben van A naar Z gegaan. Dat empowert de anderen, dat geeft perspectief, hè, dat geeft hoop. Ze herkennen zichzelf daarin. Maar dat vraagt ook bepaalde vaardigheden. En of dat nou een training is of wat het is wat nodig is, daar zijn we ook aan het onderzoeken. Maar ook hoe die samenwerking dan gaat met de professional, die eigenlijk ook een ervaringsdeskundige is. Want ook die heeft bepaalde dingen nodig van, hoe ga ik dat dan vertalen? Wanneer zet ik wat in? En hoe ga ik hem inzetten dat ik eigenlijk de anderen daarbij help? Want dat is eigenlijk waar wij, zoals ik al zeg, we gebruiken hem als middel. En niet in dit geval, goh, we gaan ergens zitten, we moeten daar een ervaringsdeskundige bij, want dat is een doel. Dat is het niet. Dus ik denk dat wij vinden het zelf ook heel verwarrend als we horen hoe eigenlijk andere gebieden daarmee omgaan. Dus ik denk, oké, wat houdt het dan in? Is het, maar juist omdat het zo'n breed begrip is, hebben wij ervoor gekozen om toch iets te kaderen. Ja, dus dat is, ik vind het heel interessant om te horen hoe andere gebieden dat inzetten. Tamara, want jij steekt je hand op. We moeten wel naar de afronding, want het is half, maar we zitten heel goed in gesprek nog. Ja, dat zag ik. Nou, ik denk, één ding wat heel erg belangrijk is, de ervaringsdeskundige, hè, hoe dat hier in Groningen werkt. We hebben hier een training, zeg maar meer, dat is drempelverlagend. Dat is vanuit expertisecentrum Sterk het Armoede wordt dat georganiseerd. Dan heb je dus echt met mensen te maken die ook echt een verre afstand hebben van de arbeidsmarkt. Die helemaal vast zijn gelopen binnen het systeem. Die daar binnenin met hun eigen levensverhaal op zoek gaan met dat. Van nou, wat wil ik met mijn ervaringen die ik heb en wil ik ze ook later inzetten? Nou, dat is drempelverlagend. Daarop volgend kan er nog een opleiding gedaan worden voor een jaar. Daar zit een certificaat aan vast. En dan heb je ook startkwalificatie 2. En dan kun je hier naar de Noorderpoort. En dan ga je gewoon eigenlijk aan de slag als social worker, ervaringsdeskundige. En dan kun je je tot niveau 3, 4 opleiden. Dus dan heb je eigenlijk ook een beetje wat Gapie zegt. Dan heb je die kwartiermaker, de professional, met de ervaringskennis. Maar je kunt je natuurlijk ook heel goed afvragen welke expertise en welke ervaringsdeskundige wil ik graag aan mijn tafel of met welke ervaringsdeskundigheid wil ik wat meer.
En om heel even gewoon de vraag te beantwoorden, wat is het verschil van een opgeleide ervaringsdeskundige en een niet opgeleide ervaringsdeskundige? Ik denk dat daarin heel erg belangrijk is dat wij als ervaringsdeskundigen leren vanuit onze referentiekaders mee te kunnen praten binnen het systeem. En daarvan niet meer vanuit onze pijn en verdriet tegen het systeem aantrappen. Ik denk dat dat een van de waardevolle dingen zijn van een ervaringsdeskundige die nog een training of een opleiding hebben doorlopen. Ja, mooi. Een heel mooi gezegd, Tamara. Dat is ook bij wat wij denken van die kwetsbaarheid in te zetten als kracht. Ja, mooi. Ja. Nou, mooi. Ik vind ook de term, ik zag Mark het ook al zeggen, de startambassadeur. Moeten we eens even denken of we die er verder in kunnen brengen. Misschien een hele kansrijke start gebeuren. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Ik vond het heel inspirerend. Ik hoop de deelnemers verder ook. Ik kan me zo voorstellen, want aan de ene kant dachten we van nou, we doen dit, nemen we dan op en dan hoeven we dat de volgende keer niet te doen. Maar dit is natuurlijk zo in ontwikkeling dat we misschien volgend jaar nog een sessie kunnen doen met alle ervaringen die dan weer opgedaan zijn. Want je hoort natuurlijk, iedereen is aan het ontwikkelen en uitzoeken en het is mooi om dat bij elkaar te brengen, denk ik. Dank jullie hartelijk nogmaals en wie weet tot een volgende keer.